DNA heeft gisteren voor aanvang van de openbare commissievergadering stilgestaan bij het overlijden van de ex-minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lakin. Lakin is afgelopen maandag op 64-jarige leeftijd overleden. Op agenda stond de behandeling van de huurwet woonruimte. Ondervoorzitter Melvin Bouva heeft Lakin gekend als een fijne man. Hij noemt hem een diplomaat van formaat. Voor ik formeel het punt open, wens ik toch wel een moment te nemen om, gezien het feit dat het de eerste openbare vergadering, weliswaar commissie, openbare commissievergadering, maar wel openbare vergadering is, na het ontvallen van onze minister van Buitenlandse Zaken, ex-minister van Buitenlandse Zaken, minister Winston Geno Lakin, denk ik dat het op zijn plaats is vanuit, in elk geval persoonlijk, maar ook vanuit het instituut, het parlement, de condolences uit te spreken aan de familie, het gezin en natuurlijk ook nog de kennissen, de overige vrienden, maar natuurlijk ook de partijgenoten, de kameraden van minister Lakin. En natuurlijk heel Suriname, omdat minister Lakin wij hier hebben gekend in de zaal als een zeer positief ingestelde minister. Ik kwam hier in 2010, ook persoonlijk meegemaakt in die periode, een aantal van ons hier. En ik geloof dat we in hem inderdaad een diplomaat van formaat verliezen. Maar laten wij de hoop uitspreken dat in de geest van zijn gedachtegoed en de positieve intenties hij kan blijven voortleven. Ondervoorzitter Melvin Bouva gisteren in DNA, vandaag in DNA. Er is inmiddels een condoleansregister voor het publiek opengesteld bij het presidentieel paleis. Lakin wordt zaterdag met staatseer gecremeerd.